Amstelveen is een tolerante stad waar seksuele vrijheid een groot goed is. Met die boodschap hebben lokale politici vrijdagochtend een regenboogvlag gehezen voor het raadhuis. Het is een reactie op de Nashville-verklaring die deze week is ondertekend door een groep streng orthodoxe christenen, waaronder Tweede Kamerlid Kees van der Staaij. En eigenlijk als een reactie daarop hebben we als raad, heb ik eigenlijk gewoon een initiatief gedaan van nou laten we de regenboogvlag hijsen met elkaar. Om ook gewoon te laten zien dat Amstelveen toch echt gewoon een vrije stad is waar, waar iedereen zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn en waarin liefde wat ons betreft ook geen begrenzing kent. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van alle politieke partijen. Ook uit christelijke hoek, zoals het CDA en de ChristenUnie. De Bijbel is niet à la carte. Je kan er niet dingen uithalen en zeggen van hier ben ik het mee eens en hier ben ik het niet mee eens. De Bijbel moet je interpreteren. Ja, de tekst uit het jaar nul kan je niet meer zeggen van die is in 2018 precies één op één geldig. Dus ik heb er erg veel moeite mee. Ik vond het een prachtig moment dat we hier als gemeenteraad met zoveel bijeen waren om die regenboogvlag te hijsen. Ja. Wat vindt u ervan dat zulke prominente Tweede Kamerleden zo'n document ondertekenen? Ja, ik vond het heel ingewikkeld. Van der Staaij die verdedigde zich door te zeggen van het was voor hem ook een mogelijkheid om de discussie aan te wakkeren. Ik moet eerlijk zeggen, je moet over dit soort onderwerpen geen discussie meer hebben. Het is duidelijk, iedereen doet mee. Je kan niet mensen uitsluiten. Wethouder Marijn van Ballengooien is zelf getrouwd met een man. En ook hij onderstreept het belang dat we ons in Amstelveen sterk moeten maken voor tolerantie. Coming out is gewoon heel moeilijk. Het is een heel grote stap voor veel mensen. En zo'n Nashville-verklaring helpt daar niet bij. Maar wat wel heel erg helpt, is de hartverwarmende reactie eigenlijk van de rest van Nederland. Die zegt van, nou, zo'n verklaring zitten we niet op te wachten. Je moet gewoon jezelf kunnen zijn. En of dat nou homo of lesbisch of wat dan ook, het maakt ons niet uit. Het is gewoon jouw keuze. En dat we vandaag in Amstelveen die vlag hebben gehezen in aanwezigheid van een enorm grote delegatie van onze gemeenteraad. Echt de vertegenwoordigers van heel Amstelveen. Nou, dat laat zien dat we met Amstelveen die Nashville-verklaring niet ondertekenen. En dat je in deze gemeente echt jezelf mag zijn. Dat vind ik heel belangrijk.